Welkom kandidaten van Perfecte Plaatje Schijndel 2023 bij de bekendmaking van de eerste twee opdrachten. Blok 1. De eerste opdracht is straatfotografie in zwart-wit en de tweede opdracht is dier in kleur. Straatfotografie is een hele mooie vorm van fotografie die helaas te weinig bedreven wordt. Waarom in zwart-wit? Omdat kleur kan afleiden van waar het werkelijk over gaat. Kleur kan ook afleiden van de mooie contrasten die in een zwart-wit beeld kunnen ontstaan. Wat willen wij? Dat jij een verrassend beeld aanlevert van de straat. En dat mag overal zijn waar je maar kunt bedenken. Maar denk bijvoorbeeld aan misschien mooie contrasten en lijnen met gebouwen. Of aan interacties tussen mensen. Maar probeer echt te voorkomen dat je mensen aanspreekt. Dat het geregisseerd wordt. We willen graag een spontaan beeld. Een moment dat je zelf ziet en vastlegt. Succes daarmee. De andere opdracht is dier in kleur. Deze juist wel in kleur. Dat is ook weer een mooi contrast tussen twee opdrachten. En een dier is natuurlijk ook weer iets heel anders dan een straatbeeld. Het mag een huisdier zijn, of welk dier dan ook. En leg dat op een zo mooi mogelijke manier vast. Een kleine tip die ik alvast wil geven. Zorg dat je op het niveau van het dier komt. Dus niet vanuit je staande positie. Maar denk ook aan dat je eventueel zakt om op ooghoogte minimaal te komen met het dier dat je fotografeert. Dan breng je hem ook echt tot zijn recht. De foto's mogen je insturen naar redactie@mooischijndel.nl en zorg ook dat je niet de pitchclip vergeet. Het kleine filmpje waarin je uitlegt waarom je die foto hebt gemaakt en wat je ermee wilt vertellen. Heel veel succes met deze opdrachten.